leuk voor het kijken naar deze nieuwe video. Ik heb vandaag voor jullie een video die ik echt al best wel lange tijd niet heb opgenomen. Terwijl ik dit altijd echt een van de leukste video's vind om op te nemen en om te kijken. Ik heb namelijk, zoals jullie aan de titel al konden zien, vandaag voor jullie een lenteshop vlog. Ik heb namelijk weer wat leuke dingetjes van Nicky mogen ontvangen over Comget Fashion. En ik heb zelf weer wat leuke dingetjes bij de Zara kunnen scoren voor komende lente. Mij leek het wel heel erg leuk om dit in een aparte lenteshoplog te laten zien in plaats van in mijn weekvlog. Want daar laat ik vaak ook wel zien wat voor pakketjes ik binnenkrijg of wat ik allemaal koop. Maar het leek me nu wel weer eens leuk om er een aparte video van te maken. En nu we toch allemaal binnen moeten zitten vanwege het coronavirus, kan ik maar beter wat extra video's plaatsen om jullie een beetje te helpen te kunnen vermaken. Ik weet niet of dat een goede zin was, maar jullie snappen wat ik bedoel. Heb je nou zin in deze video? Doe dan een duimpje omhoog. En vergeet me ook zeker niet te volgen op Instagram. Want daar zie je heel vaak outfitjes voorbij komen met de items die ik in dit soort video's laat zien. Dus vind je dat nou leuk? Vergeet me zeker niet te volgen. Een linkje staat in de beschrijving. En dan gaan we snel beginnen. Ik ga beginnen met Comget Fashion. Hier heb ik er 4 leuke dingetjes mogen uitzoeken. Ik heb wel vaker samenwerking met Comget Fashion. En ben altijd heel erg te spreken over hun items. Linkjes van alles zal ik ook in de beschrijving zetten. Ik heb 2 jasjes besteld die echt best wel gehyped zijn nu. Waaronder dit geruite jasje. Dit is het geruite jasje. Misschien hebben jullie hem wel eens vaker gezien in het wat meer groenig, in het rood, in het donkerblauw. Want dit zijn van die hele populaire gehypte jasjes nu van de Zara. Althans, vorig jaar begon de hype een beetje en nu gaan heel veel webshops hem namaken. Of ook verkopen. De Comget Fashion dus ook. Dit is de grijze variant, maar ik vind het ook wel een beetje ergens ver weg legergroen of zo. En ik heb deze in een maatje S. En deze lijkt me heel erg leuk met een body die ik straks ga laten zien, die ik dus gekocht heb bij de Zara. Maar deze dus. En deze hebben ze ook nog in andere kleurtjes. Volgens mij hebben ze hem ook nog in het echt groen, in het roze en dus in het grijs. Het is dus gewoon een ruitjes jasje. Ik vind wel meer een soort vestspul, niet echt een jasje. Maar wel echt heel erg leuk. Het geruite jasje is €59,99. Ik weet dat jasje van Comget Fashion hele leuke kleuren hebben. Alleen het is wel meer een beetje een soort vest dan echt een jasje. Het doet me een beetje denken aan zo'n vest van opa's vroeger of zo. Ik weet het. Ik vind het op zich wel leuk. Alleen ik denk dat ik hem dan eerder een beetje zo leuk op zou knopen of zo. Ik weet niet. Want hij is een beetje, het hangt een beetje zo losjes. Ik vind de kleuren wel verder heel leuk. Alleen, ja, ik weet niet. Het is niet echt, het is gewoon heel dun spul. Ik had liever gehad dat het dan echt een blouseje was, zeg maar. Echt zo'n blousespul. Of dat het echt lekker dik jasje was. Maar het zit er net een beetje tussenin. Maar op zich vind ik de kleur wel heel erg leuk. En vooral ook op zo'n witte broek vind ik dit wel leuk staan. Dan nog een jasje waar ik echt super excited over ben. Ik zie deze de laatste tijd super veel voorbij komen op andere online webshops en dus ook bij Comget Fashion. Dus voor mij was de keuze snel gemaakt toen ik wat dingetjes op uitzoeken dat ik deze wel graag wilde. Vorige jasje had ik trouwens in een maatje S en dit is een maat one size. Ik heb dus voor de groene zebra gekozen. Op de website hadden ze deze ook nog in het blauw, maar ik vind groen altijd wel heel erg leuk. En volgens mij bestaan deze jasjes ook dus nog met allemaal andere printjes. Je hebt nog sterretjes, je hebt nog panterprint, nou je hebt dus zebra print. Het is dus een beetje een crème kleurig jasje met groene zebra strepen. En ik vind het echt een hele mooie groene kleur. Ik heb dit dus in een one size. En deze is wel wat dikker qua stof dan het vorige jasje. Ik denk, dit jasje is €64,99. Dit is het jasje van Comget Fashion met het zebra printje. En ik vind deze echt heel erg leuk. Hij kriebelt wel een beetje als je er een t-shirtje onder aan hebt. Maar ik denk dat het ook gewoon eventjes binnen is. Dan van Comget Fashion heb ik nog een t-shirtje in de maat SM. En ik heb al vaker t-shirtjes van Comget Fashion gekregen. En ik vind het altijd heel erg lekker zit en heel erg fijn. Volgens mij is het een wat langer t-shirt. Het lijkt wel een beetje op zo'n t-shirt dress. Volgens mij noem je dit een arend wat erop staat. Maar wat mij heel erg leuk lijkt met dit shirtje, is voor een bikershort onder een leuke beltpack voor het festivalseizoen. Als het festivalseizoen doorgaat dit jaar met het coronavirus. Ik hoop het echt. Ik heb namelijk al mijn kaart al. Maar in ieder geval dit grote oversized shirt. En dit is dus een SM. Ik zal tussendoor ook allemaal aanbeelden van alles plaatsen. Zodat jullie goed kunnen zien hoe het staat. Maar in ieder geval dit shirt. En dat shirt kostte €29,99. Nou, dit is zeker weten een t-shirt dress. Want hij komt echt tot de helft van mijn bovenbenen ongeveer. Ik zou het dan combineren met een leuk riempje zo eromheen. En een bikershortje eronder. Of een leren legging eronder lijkt me ook heel erg leuk. Het printje vind ik wel echt heel leuk, maar ik zou zo'n lang shirt eigenlijk nooit op een broek dragen. Ik weet niet, het vind ik er een beetje lomp uitzien. Dan zou ik er een leuk riempje zo omheen doen, inderdaad. Een leerlekkentje eronder of zo'n latexlekking eronder lijkt me ook heel erg leuk. Dus die. En dan gaan we alweer naar het laatste item van Comget Fashion. En dit is een flare broek. En deze heb ik volgens mij ook in de maat S, als het goed is.
Maat 8 staat er. Volgens mij was dat de kleinste maat die ze hadden. Sorry als het licht trouwens heel de tijd een beetje fel wordt, overbelicht of iets. Maar de zon buiten, die doet een beetje gek. Dus eindelijk schijnt er zon, maar het is wel een beetje vervelend met filmen. Maar in ieder geval dus een zwarte flare broek met allemaal bliksemschichtjes erop. Ik denk dat hij wel te lang gaat zijn, maar dat heb ik eigenlijk met iedere flare broek. Dus dan zou ik hem even moeten inkorten. Maar volgens mij zit hij aan de bovenkant en alles wel goed. Hij schijnt er wel een beetje door. Maar misschien als je er gewoon zwart ondergrond onderaan hebt, dat je dat niet ziet. Oké, ik heb dus nu de flare broek aan met bliksemschichten erop. Ik weet niet of je het kan zien, maar ik heb dus een fel roze onderbroek aan. En die schijnt echt behoorlijk door. Ik weet niet of je het goed ziet. Dus geen fel roze onderbroek hier onderaan. Verder zit hier aan de achterkant niet heel mooi, vind ik. Hij zit ook best wel laag vergeleken met de voorkant. Verder, de lengte is ook te lang, maar dat had ik wel al voorspeld, want dat is eigenlijk altijd het flare broek bij mij. Verder zit hij wel heel erg lekker, dus misschien met een leuk jasje erop of zo kan die best wel leuk zijn. Dan ga ik door met het pakket van Nikki, waar echt ontzettend veel in zit. Dus ik heb heel erg veel zin om dit aan jullie te gaan laten zien en open te maken. Ik begin met het eerste item wat ik zie en dat zit in een grote Nikki zak. En dit is een witte broek. Ik heb nog geen witte broek in mijn kast en ik ben echt altijd op zoek naar de perfecte witte broek. En dit is geen skinny model, dit is een beetje een iets uiteenloperende broek, als je het zo noemt. Hij is in ieder geval niet skinny, maar hij is ook niet flared. Zit er een beetje tussenin. Ik heb hem in een maatje 27. En ik hoop echt oprecht dat deze past, want dan heb ik eindelijk een leuke witte broek. En deze lijkt me ook heel erg leuk met de nieuwe schoenen die ik heb, die ik zo meteen ook aan jullie zal laten zien. Maar ik ben in ieder geval heel blij met deze broek en ik hoop echt dat die past. Ik heb nu de witte broek aan van Nikki en hij zit echt perfect. De lengte is ook echt tof. Ik vind het een hele leuke broek. Ook deze schijnt wel weer door, maar op zich is dat bij wit wel logisch. Ik heb namelijk een velroze onderbroek aan, zoals ik net al zei. Deze schijnt wel minder door, deze broek, dan die velvet broek. Terwijl die velvet toch echt zwart is en deze wit. Dus ik denk als je hier gewoon een zwart onderbroek of een huidskleur onderaan hebt, dat die niet doorschijnt. Want aan de achterkant schijnt ze eigenlijk ook niet door. Het is echt alleen de voorkant hier. Maar ik vind deze broek echt heel erg leuk. Hij zit ook echt perfect. En ik weet niet of je dat goed aan de onderkant kunt zien. Maar hij loopt dus recht uit. Dus het is niet echt een flare. Het is ook niet echt een mom jeans. Want boven zit hij wel gewoon mooi strak. Maar het is gewoon een beetje een uiteenlopende broek. En dat vind ik wel echt heel erg leuk. Dan heb ik niet alleen een witte broek, maar ook een wit spijkerhoekje. Ik had ook nog geen wit spijkerhoekje. En ik vind het wel altijd heel erg leuk van de zomer straks. Met leuke laarsjes eronder. Of als het wat kouder wordt dan in de avond met een zwarte hoodie erop. En toen zag ik ook dat ze bij Nikki dus een wit spijkerhoekje hadden. En die vond ik wel heel erg leuk. Deze is samen in de collectie met Kate Moss. En wat je dus bij dit hoekje als extra detail hebt. Normaal waar je riem zit, zit dus een gevlochten stukje. Daardoor heb je geen gaatjes om naar een riem doorheen te doen. Maar dit vind ik ook echt wel heel erg leuk. Deze heb ik in een maatje 36. Echt heel erg leuk deze. Ik hoop ook echt dat deze past. Maar dat moet vast wel goed komen. Dit rokje vind ik ook heel erg leuk. Vooral ook dat gevlochten extra detail. En dat die knopen zwart zijn vind ik ook heel erg leuk erbij bedacht. Hij is ook lekker lang gelukkig. Vaak heb je altijd met van die rokjes dat ze altijd heel erg kort zijn. En ze hebben ook van die flapjes bij de zakken op je kont. Dat vind ik ook een leuk detail. Het valt nog best wel mee hoe erg deze doorschijnt. Je ziet een heel klein beetje aan de voorkant. Maar aan de achterkant zie je echt niet dat het doorschijnt. Terwijl mijn onderbroek best opvallend is vandaag. Maar ja, deze vind ik heel erg leuk. En ook dat hij zo lekker lang is, echt heel fijn. Dan een jasje wat een heel ander steltje is dan wat ik normaal draag. Maar ik zag het bij Nikki zeg maar op de website, want zij had het aan. En ik vond het zo mooi zijn dat ik dacht, ik ga het gewoon proberen. Het is namelijk een jasje van Tweed Stof, noem je dat volgens mij. En hij is dus zwart met wit en geel. En ik heb deze gekozen in een maatje 36. Het is dus een beetje een soort blazer modelletje, maar dan een cropped versie ervan. En ik vind deze echt heel erg leuk. Ik ben heel benieuwd hoe mij dit gaat staan. Je kan het natuurlijk zo tuttig maken als je zelf wil, maar je kan het ook weer heel stoer maken door een hoodie eronder. En dan bijvoorbeeld die witte broek en leuke sneakertjes eronder of zo. Kijk, het is echt een beetje van dat tweed spul. En ik vond het op de site er zo leuk uitzien. Hij heeft hier ook nog zakjes, dus ik hoop dat dit mij ook heel erg leuk gaat staan. Het is wel echt een hele andere soort stijl dan dat ik normaal draag. Maar ik vind het eigenlijk best wel leuk. Maar ik denk dat ik het leuker vind met een zwarte hoodie eronder en een zwarte broek of zo. Dat maakt het toch weer wat stoerder. Nu zit het alsnog best wel een beetje tuttig of zo door het wit. Maar ik vind het echt oprecht best wel leuk. Lekker veel jassen in deze shop nog. Want ik heb dus nog een jas, ook van Nikki. En dit is echt
welke was meer mijn stijl of zo. Vroeger was het echt helemaal hype van die bomberjassen. Ik heb er toen eigenlijk nooit eentje gekocht. Omdat zoveel mensen toen hadden, dan vond ik het niet meer leuk. Maar ik zag deze op de website en die vond ik wel echt heel erg gaaf. Het is dus zo'n cropped bomber jack model. Maar dan best wel oversized. Dus hij is best wel groot, valt hij. Maar ik vind dat wel echt heel erg leuk. Het is ook in zo'n mooie kaakkleur en een gouden knoop erop zitten met de M van Nikki. En deze heb ik in een maatje 34 volgens mij. Ja, maat 34. En dit is weer wat zo'n korter modelletje. Maar dat vind ik ook wel heel erg leuk. Hij gaat dicht met een rit en met knopen. En hij heeft ook twee grote zakken aan de voorkant. Dus dat is ook heel erg handig. Dus die. Dit jasje is wel echt veel meer mijn stijl. Ik vind deze echt heel erg leuk. Vooral omdat hij zo cropped valt. Ook aan de achterkant. En zo'n beetje poefje. Ja, ik weet niet. Ik vind het heel leuk. Met een lekkere hoodie eronder. Met die witte broek vind ik het ook echt onwijs leuk staan. Hier ben ik heel blij. En je hebt hier dus ook echt mega grote zakken waar je dus ook van alles in kan doen. Echt heel erg leuk. En dan alweer als laatste van Nikki heb ik nog een trui uitgekozen. Ook weer in diezelfde witte kleur als de broek en het rok. Alleen deze keer is het geen onderstuk, maar een bovenstuk. Namelijk een hoodie. En deze lijkt me ook heel erg leuk onder dat bomberjasje. En dan met een witte broek eronder of zo. Het is gewoon een hele simpele witte hoodie. En dan staat er hier met zwarte letters staat Nikki op. En deze heb ik ook weer in een maatje 34. Het is een beetje een crop model. En ze hadden deze ook nog in het legergroen. Maar ik vond die witte wel heel erg leuk. Het is best wel een dun stofje. Maar is op zich ook wel weer lekker voor de lente straks natuurlijk. Dat je niet met zo'n hele dikke trui aanloopt. Dit is de trui van Nikki. Ik vind deze echt heel erg leuk. Hij is ook lekker dun. En aan de onderkant is hij dus ook niet afgewerkt. Waardoor hij dus een beetje oprolt. Wat ik wel heel erg leuk effect vind geven. Hij is dus ook crop. Wat ook heel erg leuk is. Omdat deze broek bijvoorbeeld weer wat hoger is. En het is gewoon een lekker dun stofje voor de lente straks. Dus super chill. En ze hebben deze ook dus nog in andere kleurtjes. Maar ik vind het witte kleurtje wel heel erg leuk. Dus dit is het laatste item van Nikki. En dan gaan we nu door met de ding van de Zara. Heel erg, maar bij de Zara heb ik dus drie dezelfde dingen gekocht. Ik heb deze ook al in het legergroen. Dus ik heb nu vier verschillende soorten. Maar dit zijn echt super fijne bodies. En dat zijn namelijk de, denk ik, best wel bekende soort van halter bodies. Je hebt ze echt in heel veel verschillende kleurtjes. Ik heb ze dan nu in het legergroen. En nu dus ook in het huidskleur. En je zou denken van, dit is toch niet mooi zo'n huidskleur. Maar straks in de zomer als je lekker bruin bent met een leuk shortje eronder, is dit echt heel erg leuk. En wat ook heel erg chill is, is dat ze maar €12,95 kosten. Ik draag ze in een maatje S. Je moet wel even goed kijken met je BH en zo. Want het is hier best wel open onder je armen. Dus je moet even kijken welke BH er mooi onder staat. Of je draagt er gewoon geen BH onder. Dat kan natuurlijk ook. Want er zit dus wel een extra laagje stof aan de bovenkant. Zodat niks doorschijnt, zeg maar. Maar ik vind dit echt super mooi. Het is dus een body. Dus hij sluit onder met twee van die drukknoopjes. Het is geen stringmodel deze body. Maar ik doe hem altijd wel een beetje tussen mijn billen. Omdat ik het anders gewoon niet mooi vind als je dat lijntje bij je broek ziet zitten. Ja? Dus die heb ik dus besteld in het huidskleur. Ik heb hem ook precies dezelfde besteld in het zwart. En nog een keertje precies dezelfde in het wit. Ik ben echt, als ik eenmaal een goed en leuk item vind, dan wil ik hem echt het liefst in iedere kleur. Zo ook met deze. Dus ik heb nu vier bodies. Hier heb ik er drie, maar hangt er nog eentje in mijn kast. Dus nee, deze zou ik echt aanraden. Ik zal ook een linkje ervan in de beschrijving zetten. Ze hebben volgens mij nu ook nog nieuwe kleurtjes. Ze hebben een panterprint en ook nog een roestrood-oranje. Maar ik denk dat vier kleurtjes voor mij nu wel genoeg zijn. Dit is de zwarte body van de Zara. En zoals je ziet kan je hier heel goed mijn BH zien. En ook aan de achterkant. Dus let er goed op als je deze body wilt kopen. Dat je eventjes kijkt wat voor BH er mooi onder staat. Ik doe alleen eventjes de zwarte aan. Want de witte en de huiskleurige zitten precies hetzelfde. Maar ik vind deze echt heel erg mooi. Ik vind het gewoon mooi dat hij dat halsje zo hoog heeft zitten. En dat hij echt zo'n halter idee heeft. En dan het laatste kleding item is een spijkerjasje. Ik had deze twee weken geleden in de Zara gepast. Toen was ik met Roos aan de Zara. Maar ze hadden toen alleen nog maar een S'je en geen XS. Maar ik vond die S toch net wel even iets te groot. Want hij valt al oversized. En een S was dan nog meer oversized. Dus ik heb hem in een XS besteld. Want online hadden ze hem nog wel. Ik vind het echt een heel erg mooi kleurtje voor een spijkerjasje. Lekker lichtblauw. Ik hou daar wel van. En ja, ik weet, het is gewoon een ander spijkerjasje. Normaal is lekker oversized. De mouwen hebben een extra detail. Je kan hem ook weer terug omslaan, zeg maar. Maar dan zijn de mouwen wel heel erg lang. Het hoort ook dat je ze zo omslaat. Dus dat vind ik wel een extra leuk detail. En het is gewoon lekker oversized. En verschillende kleuren
spijker ook hier. En ja, ik weet niet. Ik vind deze gewoon heel erg leuk. En hij was maar 30 euro. Dus echt een tip. Ik vind hem echt heel erg leuk. En ik heb hem dus in een maatje XS. Want hij valt wel best wel oversized van zichzelf. Maar deze vind ik bijvoorbeeld ook heel erg leuk met een hoodie eronder. Of gewoon een t-shirtje straks. Maar ook bijvoorbeeld met zo'n body wat ik net liet zien. Als je dan deze een beetje zo over je schouders laat hangen straks. Als het wat lekkerder weer is, vind ik ook heel erg leuk. Dus die. En als laatste van de kleding items dit jasje. Hij is alsnog best wel oversized. Maar met een trui eronder vind ik dit echt onwijs leuk. Zo vind ik het ook wel leuk. Alleen ik zou hem dan denk ik eerder zo over mijn schouders heen dragen. Dat vind ik ook wel erg leuk. Maar dat detail gewoon met die mouwen en die verschillende kleurtjes spijker. En gewoon sowieso deze kleur spijker vind ik gewoon heel erg mooi voor een spijkerjasje. Dus deze. En dan als laatste nog twee paar schoenen. Ik heb deze al in mijn weekvlog laten zien. Maar ik ben er zo ontzettend blij mee dat ik dacht ik laat ze ook nog eventjes in deze shoplog zien. Voor de mensen die mijn weekvlogs niet kijken. Ik heb als eerst een paar fans gekocht. Ik had echt nooit verwacht dat ik een paar fans zou kopen. En niet omdat ik ze niet leuk vind. Maar voor mijn gevoel loopt echt heel de wereld met fans. En zoals ik net zei, als heel de wereld iets heeft, dan wil ik het eigenlijk niet meer. Maar ik was toen met Milan in Amsterdam en ik zag ze toen staan. En toen dacht ik, oké, eigenlijk wil ik jullie best wel graag hebben. Alleen ik wil dus heel erg met een platform, zo'n plateauzool. Omdat ik ben niet zo groot en ik vind dat gewoon leuker staan dan. Maar die hadden ze niet meer in de winkel. Dus ik heb ze toen besteld bij Otto. En het zijn de Vans Slip-On. Het zijn dus van die boodschoentjes, van die instappers noemen ze het. En ik heb de crème kleurige met zwart. En ik vind ze echt heel erg nice. En ze hebben dus een plateauzool, waardoor ik ietsjes langer lijk. Ik heb hiervan gewoon mijn eigen maat. Ik heb normaal gesproken maat 36. En van deze is ook gewoon. Dus ja, deze vind ik heel erg leuk. Volgens mij zijn ze in de winkel 75 euro. Maar ik had nog een kortingscode bij Otto. Want heel vaak heb je op webshops, bijvoorbeeld als je jarig bent, dat je dan een speciale kortingscode krijgt. En die had ik toevallig nog. Dus uiteindelijk heb ik hier maar 65 euro voor betaald. Dus dat vind ik echt geen geld voor deze leuke schoentjes. Dus die schoentjes waar ik echt ontzettend blij mee ben. En in vergelijking met de andere schoenen die ik allemaal leuk vind, zijn deze ook nog eens leuk betaalbaar. Dus dat is ook nog extra leuk. En dan als laatste mijn lieve baby's. Ik had deze toen gezien bij Rosa. En ik was echt, toen ze ze aan had, ik was gewoon echt obsessed. Toen was ik ze tegengekomen op United Wardrobe. En zei tegen haar, ja, vind je het erg als ik ze ook koop? Want ik vind ze echt heel erg leuk. Dus nee, tuurlijk niet. Vind ik alleen maar leuk. Dus ik heb ze ook besteld op United Wardrobe. Dit meisje had ze gekocht. Maar ze waren voor haar helaas te klein. Ze had een maatje groter nodig. Dus had ze nog nooit gedragen. Ja, één keertje. Oh. Maar toen kwam ze er achter dat ze wel echt te klein voor haar waren. Dus heb ik die van haar overgekocht via United Wardrobe. Het zijn de Yeezy Boots 700. In de winkel zijn ze volgens mij dus niet meer te verkrijgen. Op Restock ook niet. Dus ik denk echt dat je gewoon even goed moet zoeken als je deze ook wilt. Op United Wardrobe of Vinted of dat soort sites. Hier ben ik ook heel erg blij mee. En dan als allerlaatste mijn nieuwe jeans waar ik echt verliefd op ben. Hoe kan je deze nog niet leuk vinden? Dan was dit weer wat ik de afgelopen tijd binnen heb gekregen of zelf heb gekocht. Ik ben vooral echt heel erg blij met mijn schoenen en het spijkerjasje. Ik vind het echt een heel erg leuk spijkerjasje. Ik hoop dat jullie het ook een leuke video vonden. Ik zal proberen alles wat ik nog terug kan vinden in de beschrijving te linken. En als het dus niet in de beschrijving zat, heb ik het dus helaas niet terug kunnen vinden of was het uitverkocht. Maar ik zal mijn best doen om alles te proberen te vinden. Heb je nou nog leuke video ideetjes? Laat dan zeker hieronder in de reacties weten. Want ik heb de komende 3 weken genoeg tijd om voor jullie video's op te nemen. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen als je het leuk vond. En vergeet ook zeker niet te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. Doei!